hoe zit dat dan als allerlei grote landen bij elkaar komen, ik noem Denemarken, dat het toch redelijk moeilijk lijkt, of stroef lijkt te gaan, om tot echte maatregelen te komen. Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Je bedoelt nu op de conventie in Kopenhagen? Ja. Hoe dat komt? Naar mijn oordeel, omdat men daar samen zat in een verkeerde model en opdracht. Politici denken altijd dat ze een verdrag moeten sluiten om de wereld verder te brengen. Maar ik vond dat niks. Ik zag er ook niks in. In Kyoto hebben we al vastgesteld, dat was een klimaatverdrag, simpel, dat alle landen het belangrijk vonden. Maar toen schreven we op, we hebben dus een gemeenschappelijke, common, but differentiated responsibility. En wat betekende dat, differentiated? Dat je rekening moet houden met de ontwikkelingsfase van een land, als je inhoud wil geven aan de verantwoordelijkheid. De Verenigde Staten, Europa, Japan, zeer ontwikkelde landen moeten het voortouw nemen. En die zijn er nu aan toe, naar mijn oordeel, om in de economieën te internaliseren een prijs voor CO2. U hoort de economieën, dan kan je die dingen beter aanpakken. En dat moet zo'n 50 euro per ton zijn. Daar hadden ze moeten proberen overeenstemming te krijgen tussen de matured economies. En dan zeggen tegen de ontwikkelende landen, vooral de BRIC, hè, dus China, Brazilië, et cetera, India, hele belangrijke landen, geweldig. We gaan geen verdrag met jullie sluiten, maar we nodigen jullie uit de wereld zichtbaar te maken, en in het bijzonder eens per jaar. Wat doen jullie eigenlijk? Een invitatie om er zelf invulling aan te geven. En dat is ook nodig. Die Chinezen, die hebben geen druk van ons nodig, hoor. Die gaan zelf voor hun toekomst. Maar die doen het wel op hun eigen manier. Het is ook goed dat de wereld alle technieken uitwisselt. Dat je afspreekt, alle technologieën zijn toegankelijk voor iedereen om naar een CO2-arme economie te komen. Dus het model van Kopenhagen was volgens mij een verkeerd model. Ik heb de vrijheid genomen om dat later ook weer op te merken. Het is iets beter gegaan in Mexico, omdat ze iets meer naar de kanten heen gaan, maken een onderscheid tussen ontwikkelde economieën die het nu al aankunnen om die 50 euro per ton in hun prijzen te gaan verdisconteren. Er is een begin gemaakt in Europa. Dat kan verder. Maar we stellen ook eerlijker vast dat er geweldig veel gebeurt. Ik noem een voorbeeld. Brazilië heeft voortouw genomen met biomassa. Toch een geweldige ontwikkeling. Dat is niet uitgevonden in Kopenhagen. Dat is Lula. Die Chinezen die zijn hartstikke ges bezig op een aantal binnen. Als je rijk wil worden in China, kan je best in de zonne-energie ingaan. De rijkste man van China is het ook dankzij zonne-energie geworden. Dus het idee dat wij de wereld moeten gaan voorschrijven in een verdrag hoe die landen. Let op dat wij landen die we vroeger gekoloniseerd hebben. Dus die hebben een helemaal een gevoel van we laten ons niet de wet voorschrijven. Bovendien hebben jullie de rotse veroorzaakt met de CO2. Dus ga eerst eens als gerijpte economie zelf iets doen. Dat is de reden dat dat allemaal niet zo mooi gegaan is. En ik geef ook een beetje aan hoe het beter zou kunnen. Ja, u stipt het zelf ook al even aan, want dat was ook mijn vraag eigenlijk. Oké, ik geloof best dat China daar zelf regulerend in kan zijn. Maar als ik kijk naar het continent Afrika. U heeft er natuurlijk ook heel veel kennis van als voormalig hoge commissaris bij de VN. Ja. De problemen zijn er natuurlijk nog zoveel erger, zeg maar. Ik denk dat CO2-uitstoot nog niet iets is waar ze de komende 30, 40 jaar druk over zullen maken. Het is waar. Afrika is door allerlei omstandigheden, ook het kolonialisme zelf, enorm achtergebleven. En je hebt gelijk, dat kost daar veel meer tijd. Dus als ik nu een verhaal vertel als handvest van de aardeman over mijn ervaring als Rotterdammer, het is goed dat ik dat even zeg, om aan te geven hoe je economie en ecologie met elkaar kunt verbinden, dan zitten ze me natuurlijk glazig in Afrika aan te kijken. Dat kost een hele tijd. Nou, even heel kort het Rotterdams verhaal, want ik stond op het lijstje. Ik ben dus man van het Rotterdam Climate Initiative. We willen daar CO2 reduceren in de haven. Toen ik daarmee begon, 4 jaar geleden, stond eerlijk gezegd het zweet in mijn handen. Ik zit daar met de directeur van het havenbedrijf, die hier ook sympathie voor had. Maar die zei, Ruud, hoe schat jij in
hoe zullen de bedrijven hierop reageren? Want wij zijn aan het uitbreiden. De tweede Maasvlakte werd voorzien. We moeten allerlei investeringen hebben. Gaan die mensen wel komen? Of? Nou, ik denk, nou, het kan ook toch wel dat je voordelen hebt, zoals jij, dat je first mover bent als bedrijf. In Rotterdam is die action. Dus we hebben dat eerder gezien. Om door voor leefklimaat te gaan, zagen we Rotterdam niet naar beneden gaan. We kregen meer bedrijven die het boeiend vonden om juist te investeren in een regio waar de technologie voorop liep. Dus dat trucje, zal ik maar zeggen, kan weer werken met CO2. Toen kwam die terugslag van de wereldeconomie. We hebben het net over gehad, financiële crisis. En dat bedoel ik met zweet in de handen. Wij kunnen nu constateren dat vorig jaar geweldig goed weer is gegaan in Rotterdam. Eigenlijk beter dan elders. En iedereen geeft toe, weet je hoe dat komt? Omdat Rotterdam zich op de haven op de kaart zet als een moderne haven. Dat gaat dus heel goed. En wij zien dus in Rotterdam dat er geen tegenstelling is, geen keus. Je moet gaan voor of de winst, of voor een CO2-arme economie, vroeger voor een leefklimaat. Je kan en-en doen, als je het maar op een intelligente, slimme manier doet. En dat is dus ook een boodschap die ik dan hier heb naar de economen. Mensen, je bent echt ouderwets als je denkt dat je moet kiezen tussen economie en ecologie. Een beetje econoom weet, je bent succesvoller als je voor ecologie gaat. Ik zeg erbij, op een intelligente manier, dat wel. Partnershippen, nieuwe technologieën. En dan kan je bedrijven sterken en ook regio's kunnen zich sterk ontwikkelen. En dan kom ik weer terug bij Afrika. Het duurt natuurlijk even voordat we dat ook in Afrika rond hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat mogelijk is. En daar zien we dus nu natuurlijk ook andere landen tussenin zitten. Noemde China, India, Brazilië. Dus de toekomst van Afrika wordt niet uitgemaakt door de oude kolonisatoren. Die wordt veel meer uitgemaakt door die drie opkomende economieën. Die natuurlijk heel veel contacten hebben met Afrika. U noemde net al greed, het ene been, afgezien van het handvest van het aardebeen. Nou vond ik het wel een goede vraag, want we hebben ons dus in een soort van shareholder idee gewurmd. En dat is nou allemaal een soort van slecht afgelopen of gaat niet goed. Maar hoe komen we dan weer terug? Hoe komen we van die kwartaalcijfers af, of die druk van die kwartaalcijfers af, om te investeren in een haven, in een duurzame technologie? Ik denk dat loopt alles in het leven loopt via mensen. En hoe je dat doet, dat heeft natuurlijk te maken met de mensen die nu ondernemingen inkomen en die daar kleur aan geven. Ik heb net al beschreven het interessante fenomeen van de 90 jaren vorige eeuw, nu 20 jaar verder, 15 jaar verder. Dat is echt 15 jaar geleden leefden we nog in een realiteit van een anti-globalization movement. Wat is eigenlijk het handvest van de aarde, het Earth Charter? Dat is globalization with a human face. Dat werd toen als een romantische ervaring begint. Dat kan niet zo zijn. We moeten vechten en knokken. En nu zitten we. Nu zie ik dat steeds meer ondernemingen dat doen. Dus je zegt, hoe kom je daartoe? Dat loopt, naar mijn oordeel, grotendeels via ondernemingen. Maar niet ondernemingen dan, in de zin, wat gebeurt daar? Ook het human resources beleid wordt steeds meer gekenmerkt. Dat mensen gewaardeerd worden, de moeite waard vinden. Die weten een weg te vinden, die duurzaamheid te praktiseren. En wat je steeds meer ziet, is dat de bazen dat zelf willen. Als je hier neemt een man als Hans Weijers van Akzo Nobel, die maakt er geen geheim van. En de nieuwe baas van Unilever is er volop mee bezig. Dus er is een coalitie aan het groeien tussen de bazen en de jonge generatie. De middengeneratie heeft het vaak nog moeilijk. Die zit vaak nog in wat ouderwetse concepten. Maar dat begint op te pakken. En dan heb je natuurlijk de stimulansen nodig vanuit de samenleving. Het zijn niet alleen de mensen die in dat bedrijf werken. Dus je zegt, hoeveel ga je dat voor elkaar krijgen op die manier? Ja. Dus mag nog één vraagje daarbij. Want het is een beweging, zegt u. En dat komt vanuit bepaalde stimulansen. Maar waar moet ik dan precies aan denken? Want blijkbaar de studenten zijn niet echt een stimulans daarvan. Want wij leren hoe je meer geld moet maken. Nou ja, een mooi voorbeeld hier. We hebben net het instituut van professor De Zeeuw. Hij vertelde dat, waarom het zo nodig is, wat hij doet. Dus ik denk dat is ook een goede beslissing geweest. Het is natuurlijk waar, dat kreeg je eruit met die vraagstelling. Het is hard nodig.
Het is misschien alweer een aantal jaar te laat, het had sneller moeten gebeuren, maar er is volop kans. Het is zich aan het ontplooien, dat is dus een methode om dat hier in Tilburg voor elkaar te krijgen. Maar zo krijg je het ook in bedrijven. Het gaat overigens, wil ik erbij zeggen, niet alleen om duurzaamheid. Het gaat ook om een ander belangrijk thema, dat is diversiteit. Ik had het even over de verschillende culturen. Dat is, vind ik, ook een heel belangrijk onderwerp. Het wordt natuurlijk niks als we niet kunnen samenwerken met mensen die er een beetje anders uitzien en een beetje anders zijn. We weten dat in dit land, ook op deze universiteit, het zou niks worden als het niet internationaliseert. Als je geen hoogleraren van elders hebt. En dat gaat niet alleen maar meer om onze traditionele partners aan de andere kant van de oceaan, de Amerikanen. Natuurlijk reuze belangrijk, zeker voor de economie. Dat is zo, maar de nieuwe zijn ook aan het opkomen. Nou, is goed als we hier ook Chinezen zien en anderen zien. Dus dat is hier, maar dat geldt in bedrijven ook. Ja, dan is er een idioot in Den Haag, zijn naam is Geert Wilders. Die zegt de wereld wordt beter als we kleurarmer worden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Is ook slecht voor de economie. Ik zag de groeicijfers van Nederland. Ik vind dat we ten opzichte van Duitsland slechter doen. Jammer. We kunnen het een, denk ik, ja, is een ruwe schatting. Ik denk dat het 1% BNP kost per jaar. Omdat we op die kleurarme toer zijn gegaan. Want dat betekent dat mensen die hier slagen soms zeggen, zoek het uit, ik ga weer weg. Succesvolle kennismigranten zijn moeilijker om aan te trekken. Als je naar Brussel gaat, ik kom daar nog wel eens, dan kijk je ze meewarig aan. Nederland, die heeft dus een rug naar Europa gekeerd. Nou, dan zullen wij onze rug naar Nederland keren. Je moet er toch niet aan denken wat er op die manier allemaal aan de gang is. Dus ja, die diversiteit. En gelukkig, ja, bedrijven, CEO's zijn beleefd. Ik bedoel, want als er een regering is, is er een regering. Maar die weten dat ook wel. Dus, maar het gaat niet alleen om duurzaamheid, het gaat ook om diversiteit. Ja, voordat ik nu even bij u terugkom over het maatschappelijk veranderd ondernemen. U noemt Geert Wilders. Ik kan me er iets bij voorstellen dat zeker naar het buitenland toe geen goed visitekaartje is. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk wel toe kunnen geven dat die man gekozen is. En dat er blijkbaar onder de bevolking onvrede heerst, of weet ja. Ik veel, waarom ze op hem gestemd hebben. Ja. Dus natuurlijk. Wat kunnen we eraan doen? We kunnen hem wel proberen voor het gerecht te slepen, maar dat is ook niet de oplossing. Nee, tegendeel. Dat is een PR, publicity campaign van, hoe heet die advocaat? Die Moskowitz, geloof ik. Ja, die hebben uitstekende communicatiedeskundigen, dus die willen dat proces en dan weer wel en dan niet en dan weer mensen oproepen. Maar hoe overtuigen we de samenleving van dat diversiteit nou ja, goed ik, is? Laat ik beginnen met te zeggen dat natuurlijk in een democratie, ik sta aan de voet van het kabinet, wat er nu is, om democratische redenen. Ik vind het, zou het afschuwelijk gevonden hebben dat je zegt, iemand mag principieel niet meedoen. Dus daarom is hij er ook. Dus geen twijfel daarover, ik sta aan de voet. Dus 1/6 van de stemmen had hij. Ja, dan kan je niet zeggen, jij telt niet mee. Dus hij heeft alle kansen. Dus dat is de democratie, dat is ook heel goed. De tweede stelling is, wat ik net gezegd heb, dat gaat natuurlijk niet alleen over het binnengerichtheid van Nederland en of het makkelijk is stemmen te verwerven om je tegen anderen uit te spreken. Maar het heeft ook iets te maken met wat ik noemde de ziekte in Den Haag om steeds weer stelsels te willen veranderen. Mensen worden er zo moe daarvan. Dus dat is een anti-elite gevoel. Dat zit sterk in de samenleving. En dat betekent dus, naar mijn oordeel, dat je verbetering in de samenleving minder moet vragen van de politiek, meer van de bedrijven, daar heb ik uitgebreid over gesproken, die zijn op de goede weg, en de samenleving zelf. Inclusief natuurlijk universiteiten, et cetera. En dat je aantoont dat je een goede samenleving, ik vind dat het beste woord goed, ik kan ook harmonieus zeggen, dat begint in de samenleving zelf en niet in Den Haag. En dan geleidelijk aan, dan kunnen mensen gaan zien, zullen ook gaan zien. We worden hier niet veel wijzer van, want of het nou een gezondheidszorg is, dan moet je niet zeggen, maak het kleurarm, want we hebben heel veel mensen uit andere landen nodig aan het bed. En dat researchinstellingen gewoon zeggen, maar wij hebben uitstekende mensen, ook vanuit andere landen hier. Dus dat klimaat omgaat en dat mensen op een gegeven moment zeggen, wij trappen niet meer in dat verhaal. En dan wordt dat geleidelijk aan weer wat minder. Dus dat is het. Ik bedoel die politieke beweging.
zoals die er nu is, zal dan weer minder worden. Maar dat kost inspanning. Want het is, de mensen zijn bevreesd geworden. Die zitten ermee, die zeggen, hoe moet dat verder? En inderdaad, 1 op de 6 Nederlanders heeft gemeend, nou, ik ga dus PVV stemmen en ik zie dat morgen niet minder worden. Maar om nou te zeggen, dat is dan een mogelijke opgave, als je hier ziet in Tilburg, net bij die rondvraag, dat sustainability zo weinig bekend is en dat we nu het instituut, de professor De Zeer en alles, die gaat er voluit tegenaan. Die zegt er ook niet, nou ja, maar de mensen hebben er geen belangstelling voor. Die gaat er gewoon voor. Dus je kunt dingen veranderen. Ja, terugkomend op maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat het toch echt een heel belangrijk thema voor u is. Er schiet mij even een heel kort voorbeeld te binnen van Apple, een grote multinational. Ja. Ook als we kijken naar globalisatie. Ja. Ik weet niet of u weet waar ik... van de week kwam in het nieuws dat men in China telefoontjes had geproduceerd. Ja. En dat daar beslist niet maatschappelijk verantwoord mee om was gegaan. Nee. Daar zijn de mensen heel erg ziek geworden. Ja. En toch probeert Apple naar de buitenwereld zich wel heel erg goed voor te doen. Is maatschappelijk verantwoord ondernemen, is dat niet voor een deel zich proberen naar de buitenwereld goed voor te doen? Alsof van, wij doen ons best. Want dat was eigenlijk wel wat Apple zei. Want ja, we wisten het niet. Hè, wij doen ons best, maar wat zij dan daar doen, daar hebben we niks mee te maken. In hoeverre is het echt een verandering van de ethiek? Beste vriend, je hebt hetzelfde gezien als ik. En je weet dat die houding, hè, de eerste primaire houding vaak in bedrijven, hou de deksel erop, vertel niks. Dat niet gewerkt heeft. Want anders hadden jij en ik dat nu niet op televisie kunnen zien. Dat brengt me tot een ander punt. Ik vind het geweldig. Als ik tijden vergelijk wat gebeurd is door de informatie- en communicatietechnologie. Toen ik die colleges gaf in de 90e jaren, ook hier, maar ook aan de Kennedy School. In Amerika. Toen vroegen studenten mij, maar wat zijn dan, professor, eigenlijk NGO's? Ja? Nou, ik begon heel vroom. Dat is non-for-profit, non-government, dat is NGO. Dat zijn mensen die hebben idealen. En op een gegeven moment dacht ik, ik mis een punt. Toen ging ik weer terug naar mijn studenten, een weekje later. Ik zei, ik moet er iets bij zeggen. Het belangrijkste is dat NGO's zijn e-mailing societies. Hey, zei ze, wat is dat dan? E-mailing wisten ze natuurlijk. Ik zei, maar het grote verschil is dat vroeger NGO's, die werden gezien als idealisten in een klein clubje die iets wilden veranderen. Maar nu zijn we begonnen aan de grote informatieuitwisseling. Alles wordt publiek. En dat zal maar doorgaan. Dus er is geen ontsnappen aan. Als er mistoestanden zijn, dan leggen die NGO's mensen de vingers erbij, gaan dat communiceren. En er is geen land wat dat tegen bestand is. Of het nou China is, of het is Egypte. De mensen zijn krachtig en die worden geholpen nu door ICT. Dat is enorm gekomen. En dat betekent dus, dat is een heel belangrijk punt, dat hebben we in het begin niet gezien bij globalisering. We dachten dat het gaat over financiën, kapitaalmarkten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, het ook. Maar er is ook bij de burgers zelf in de samenleving een enorm nieuw instrument. En dat is goedkope, vrijwel kosteloze, snelle communicatie. En dat gaat steeds meer over de hele wereld. Ja, en dan komen er oordeelsvormingen. En dat is ontdekt op een gegeven moment ook door de bedrijven. Toegegeven eerst hier natuurlijk, dat is logisch. Ik bedoel in de matured economies. En die zijn die bedrijven dat gaan veranderen. En dan kom ik op dat voorbeeld van China. Ook China weet, en je hoort dat ook in die geleiden van die leiders. Ja, wij moeten wel de zaak onder controle houden, communistische partij. Maar er is geen weg terug, want dat wordt steeds meer wordt bekend. Dus die afschuwelijke schandalen in China, ook daar natuurlijk niet alleen Apple, maar ook die Chinese autoriteiten. Kunnen we dat stilhouden? Nou, vergeet het maar. Dat lukt dus niet. En ik vond dus het aardige van dezelfde televisiebeelden die jij zag. Dacht ik, tjaka. Weer een voorbeeld dat via de ICT ontsnap je aan dat neerdrukkende van machtshebbers. Het lijkt wel alsof het geweten van bedrijven meer op de voorgrond komt door ICT. En ja. Dat vind ik heel leuk, want u heeft bij het inlezen kwam ik de vierde P tegen, die u ook al een beetje heeft genoemd. Jullie kennen misschien People, Planet and Profit. En dat is een vierde woord, pneuma, wat zoveel als spirit betekent volgens mij. Pneuma is een Grieks woord. En eigenlijk zat daarachter dat je ook nodig hebt spiritualiteit. Dat is een Latijns woord.
Waarom dan toch die P? Ja, omdat we toen al die drie P's hadden van Planet Profit. En dan wordt het zo'n PS'je erbij. Dat vond ik geen goed idee. Dus ik heb meegesteund met anderen samen. Die zeggen, nou, we moeten wel die spiritualiteit erin krijgen. Maar laten we hier terugvallen op een Grieks woord. Dat is dan pneuma. Adem. Dat heeft voor mij een ander voordeel. Omdat het handvest van de aarde probeert echt wereldwijd te zijn. En wij hebben ook veel relatie met Aziatische landen. En ik weet niet of jullie dat weten. Daar, bij onze spiritualiteit, denken we altijd aan de geest. Maar in die landen zien ze daar minder in. Ze zeggen, het heeft veel ook te maken met je lichaam. En vooral met ademhalingsoefeningen. Ik weet niet of er hier mensen zijn die wel eens yoga gepraktiseerd hebben. Er zijn ook andere technieken. Om je eigen harmonie weer terug te vinden als mens. Maar ook soms gebeurt het groepsgewijs. Neem wat tijd, ja, om je harmonie weer te vinden. En dat gebeurt daar met ademhalingsoefeningen. Dat is natuurlijk diezelfde pneuma. Daarom is dat woord P gekomen. En dat heeft dus alles te maken dus met spiritualiteit. Het is heel moeilijk om vast te stellen, wat is dat eigenlijk, spiritualiteit? Wat is dat? Zouden we een uurtje over kunnen praten. Maar laat ik er dit van zeggen. Als je iets heel simpels neemt als muziek. Muziek is een onderdeel daarvan. Muziek is iets prachtigs. Daar kan je je weer aan opladen. Je kan weer tot rust komen. Maar dat heeft niet de gewone regeltjes van de wetenschappelijkheid. En de seculiere uitingen. Dat alles moet rationeel en geordend zijn. Dus muziek is een voorbeeld daarvan. Er zijn tal van voorbeelden. Cultuur is een geweldig belangrijk. Weer dat daarin te verdiepen. Dus dat is even ter toelichting waarom spiritualiteit belangrijk is. Maar ook waarom, en dat is een beetje raar natuurlijk, we dat uitdrukken met de P van pneuma. Dat is meer een grapje. Met die drie andere P's die we al hebben. Want dan moet ik me dus indenken dat de manager die op de kwartaalcijfers voor zijn bonus nog zit te werken, die zou eigenlijk eventjes adem moeten halen, eventjes wat muziek luisteren en wat tijd voor zichzelf erbij moeten halen om zo op de lange termijn, het lange termijnsperspectief, in zijn hoofd, in zijn achterhoofd te kunnen houden. Ja, ik begin wat simpeler. Ik was, je refereerde eraan, hoge commissaris voor de vluchtelingen en ik reed eens een keer, weet je, dat ik vaker daar natuurlijk gedaan heb in zo'n van de UNHCR naar weer een vluchtelingenkamp. Zo'n streep door de woestijn. En dan zie ik daar een vrachtauto stilstaan. Ik zeg tegen die chauffeur, moet even stoppen, want die man heeft waarschijnlijk pech. Die keek mij glimlachend aan. Hij zei, hoge commissaris, u kent dit land niet. Kijk, en die wees, en daar zat 30 meter verder, op zijn matje. Die chauffeur, dat was een moslim, die was even gestopt voor het middaggebed. En dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ik denk, Jezus, ik denk onmiddellijk, die vrachtauto moet iedere minuut rijden, we moeten hem wel helpen, die moet weer door. Maar die man heeft kennelijk gedacht, de beste besteding van die paar minuten is even die auto aan de kant te zetten en dat te doen. Ik geef je dit voorbeeld. Nou, naar die mensen terug. Ja, je ziet toch op dit moment, ik had het over corporate social responsibility, mission statements van CEO's, dat dat binnenkomt in bedrijven. Maar ik zie nu ook dat meer en meer vooraanstaande managers, CEO's, inderdaad voor zichzelf wat tijd nemen. Dan kun je dat op verschillende manieren doen. Ja, je kunt even op dat moment rust nemen. Je kunt het op andere momenten nemen. Maar de CEO die alsmaar werkt, die zei nog een document, nog weer een telefoon, nog maar iets. Het is niet ideaal. Dus dat is inderdaad heel reëel. Ja, dat geeft jezelf meer harmonie en ook meer wijsheid. We gaan langzaam een beetje afronden. Heb ik nog een laatste vraag voor u. Hè? We hebben het nu over wat managers zouden moeten doen. Wat zou u de studenten als advies kunnen geven? Bijna praktisch van hoe pak ik dit nou aan? Later en misschien nu ook al. Nou, we hebben al veel gehad eigenlijk. Het is dus is hier in het gesprek gekomen. Ik begin toch mee dat je zelf excellent bent. Dat is het eerste. Je moet gewoon heel succesvol zijn. Dat betekent de beste op school. De beste, ja. En ook als je eenmaal studeert, dan moet je de beste blijven. Er is iedere keer weer de verleiding om te zeggen, nou ja, zesje is wel goed. Nee. Biertje in de kroeg. Biertje in de kroeg.
Biertje is ook heel goed. Ik vind dat ook heel spiritueel. Nou, dat vind ik een mooi einde. Dat vind ik ook heel spiritueel. Maar je moet toch gewoon zeer ambitieus blijven. En je moet kijken verder dan je neus lang is. En het valt mij ook op. In dit gesprek vind ik eigenlijk wel aardig dat die grootvader die zit te vertellen over de moderne tijd. En soms heb ik het gevoel, verdomd, ik ben dichter bij de moderne tijd dan jullie. Dat klopt iets niet. Dus je moet ervoor gaan en je moet ook zien wat we zitten in globalisering. Ik raad ook aan, noem dat rijtje even van de handvest van de aarde, weet je niet, die vijf punten, om die toch eens goed ook te doordenken. Nou, tenslotte sluit ik af met het laatste zinsdeel van het handvest van de aarde, weet je wat dat is? Het noemt allerlei dingen op die belangrijk zijn en die zegt dan, en de vreugdevolle viering van het leven. Dus dat zou ik jullie willen aanraden. Vreugdevolle viering van het leven. En wat hier staat. Nou, dames en heren, dat lijkt me echt een fantastisch einde. Mag ik een daverend applaus voor Ruud Lubbers? APPLAUS